Sopraan. Alt. Tenor. Bas. Piano. Thank you.
Gijsbrecht van Aemstel is een 17e-eeuws treurspel geschreven door Joost van den Vondel. De eerste voorstelling vond plaats op 3 januari 1638 in Amsterdam. Het stuk werd speciaal geschreven ter gelegenheid van de opening van de eerste stenen schouwburg in de stad, een ontwerp van Jacob van Campen. Het verhaal speelt zich af in 1304 en draait om de belegering van Amsterdam door Kennemers en Waterlanders. Gijsbrecht wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoeringen en moord op Floris de Vijfde in 1296, terwijl de vijandelijke troepen zich schijnbaar terugtrekken, slagen die er toch in de stad binnen te dringen, verborgen onder een lading brandhout. Na een gewelddadige strijd is Gijsbrecht gedwongen te vluchten naar Pruisen. De Rij van Burgzaten is een lyrisch gedicht van 8 coupletten aan het einde van het 4e bedrijf van de Gijsbrecht. In dit gedicht of rij bezingen de bewoners van de burg de kracht en de trouw van de echtelijke liefde. Beroemd is het begin van het 1e couplet, waar werd op rechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden. De verzen beschrijven hoe de band tussen man en vrouw sterker is dan welke andere band ook. Zelfs sterker dan de band tussen moeder en kind. De rij is een reflectie op de zuiverheid en de onverwoestbare aard van de echtelijke liefde, die wordt beschreven als het sterkste cement dat harten kan binden. Gijsbrecht van Aemstel is een van de meest gespeelde stukken in de Nederlandse theatergeschiedenis. Het ziet terug op een rijke traditie van jaarlijkse uitvoeringen, vooral rond de jaarwisseling.